Christian Lange houdt zich bezig met grote thema's in de islamwetenschappen, zoals rechtstheorieën en voorstellingen van het hiernamaals. Naast de klassieke textuele aanpak maakt hij gebruik van methodes uit de religiewetenschap, culturele antropologie en filosofie. Daarmee behoort hij internationaal tot de voorhoede van een nieuwe generatie islamwetenschappers. Dames en heren, surprise, surprise, ook ik ga het over grenzen hebben. Wat is het grensverleggende van mijn onderzoek? En op welke manier gebeurt dat überhaupt in het hoek van de wetenschap waar ik thuis ben, de geesteswetenschappen en dan met name de islamologie, dus het kritisch en het weltanschouwlich neutrale onderzoek naar de veelkleurige uitdrukken van de islamitische beschaving. Soms heb ik het gevoel dat we momenteel eerder bezig zijn om de grenzen die de geesteswetenschappen definiëren en ook beschermen, te verdedigen tegen de neoliberale beleidscultuur aan onze universiteiten in plaats van ze verleggen. Maar toch ben ik op een algemene en ook op een concrete manier continu bezig met grenzen. Of ik deze grenzen ook verleeg, moeten denk ik andere mensen beoordelen. Ik doe mijn best. Laat ik hier even drie grenzen noemen. Ten eerste is er een geografisch grens. En dat is de grens tussen Europa en het Midden-Oosten. En dan de islamitische wereld algemeen gesproken. In hoeverre is dat een reële of een imaginaire grens? De westerse moderniteit en de islam, of laat ik zeggen bepaalde vormen van de islam, lijken vaak te botsen en in het ergste geval dan ook op een gewelddadige manier. Maar tegelijkertijd zijn er vele overeenkomsten en een gedeelte geschiedenis en historisch erfgoed rond de Middellandse Zee. Op de Universiteit Utrecht ben ik coördinator van een BA minor vak dat we de Middellandse Zee klof en brug noemen. En hier gaat het voornamelijk over dergelijke grensoverstijgende kwesties. Ten tweede is er de grens van vertaling. Ik begrijp me als islamoloog en als Arabist, maar ook als een soort vertaler. Maar dan niet van woorden en teksten, maar meer van culturele concepten. Ja, om dat te doen moet je ten eerste vooral in je eigen cultuur en je eigen beschaving verworteld zijn. Maar je moet ook de vaardigheid hebben om als het ware op twee culturele tastaturen tegelijkertijd te kunnen spelen. Weet je, zoals een organist dat doet. En dat is dus een grensoverstijgende ervaring en uitdaging die ik eigenlijk dagelijks tegemoet kom. En dan ten derde en ten laatste is er een conceptuele grens, en dat betreft dan mijn tegenwoordig onderzoek. Daar gaat het hier concreet over een grens, met name de grens tussen het leven op aarde en het hiernamaals, volgens de islam. Dat doe ik in het kader van een door de Europese Unie gesubsidieerde project die The Here and the Hereafter in Islamic Traditions heet. Ik ben aan het schrijven van een boek over de geschiedenis van het paradijs en de hel in de islam, vanaf het begin van de islam, dus in de 7e eeuw tot nu. Ik zie het paradijs en de hel niet zozeer in termen van een toekomstige hemelse tuin en een toekomstige onderwereldelijke vuur, maar meer in termen van een utopie en een dystopie. Dus als een ideaal goede of een ideaal slechte toestand die de mens bereiken kan. En de kwestie die me vooral interesseert is dan hoe doorlatend de grens tussen het leven op aarde en het hiernamaals, dat is tussen de realiteit en utopie, is volgens de verschillende religieuze stromingen binnen de islam. Hoe sterk, met andere woorden, is het utopisch denken uitgevormd in de islam? Utopien zijn machtige bronnen van motivatie en ook van inspiratie, maar ze zijn natuurlijk ook in ideologische opzicht verdacht. En aan beide aspecten geef ik aandacht in mijn onderzoek en ik hoop dat ik opbouwend op deze drie grensoverstijgende kwesties ook bij de jonge academie wat impulsen kan geven. Dank u wel.